Hey mensen van Macked Up Games, welkom bij een nieuwe Sleeping Dogs. Vorige keer hebben we wat aan ons uiterlijk weer gedaan. Ik vind het er wel geinig uitzien nou. Maar we gaan nu naar Uncle Po. Ik zal het nog maar eens even laten zien. Intuition of zoiets? Nee, niet die. Niet die. Ook niet die. Ook niet die. Die. Initiation. Ik weet niet wat het betekent, maar het klinkt cool. Waarom moet ik dat aanklikken? Weer. Nu rapport of zo die ik moet bekijken. Cool. Ik zou mijn god niet weten waar dat voor was. Mijn auto stond daar. Ik heb hem ook even een kleurtje gegeven, die auto. Een nieuw kleurtje. Want ik was die blauwe auto. Ja, het is niet dat ik blauw zat ben, maar. Had ik gehad. Maar gewoon, ja. Het was wel eens tijd om even een nieuw kleurtje te pakken. Ja, is wel leuk. Gewoon eens een keer gewoon een nieuw kleurtje. Gezellig. Hier staat de politie. En die had mij de vorige keer te pakken. Ja? Ja? Perfect. Perfect, bitches. Zo. Dan rennen we hier naar boven. En dan zijn we hier. Bij Le Hospital. Waar Uncle Po toen is achtergelaten door mij. Na de bruiloft en alles, omdat hij dat wilde. Laten we kijken hoe het met hem is. Holy shit, die is dik. A man who would continue as you would wish. If they were brazen enough to attack a wedding, we have to assume 18K will be coming after us. I know that you are right. Way, my boy. Uncle, you're okay. Thanks to you. Sister Chang told me about the troubles between you and Big Smile Lee. Oh, that's Big Smile Lee. You must stop this fight at once. We must be united against our true enemies. Yes, of course, Uncle Po. Good. Pakmak, see to it that Wei is formally initiated. He's been a loyal foot soldier to the Sun Nanji. It's time to make him a red pole. Vind ze niet echt cool. He has been selling to schoolgirls and was ordered to stop. He switched to the 18K instead. Make an example of him. Thank you. I will. If any of your people have not been properly initiated, bring them with you. Uncle, we still need to decide who will lead us. What about you, Pakmak? You are my greatest friend. You know my wishes better than anyone. Would you not take my place? No, uncle. I am your advisor. I cannot lead in your place. So. Ik dan. If not you, who then? Ik. Chu Chin Sao. He is your true nephew, your blood. Lady Zip Doi. Oh, die dikke. Who better to preserve your wishes and keep the family together? Wel een leuke naam voor hem. Temporary chairman? Yes, uncle. I am ready and grateful for the opportunity. Okay. See that it is done. Ik vind wel toepasselijke naam. Chu Chin. Want hij heeft een dubbel kind. Dus kunnen we hem dan niet gewoon meteen noemen zoals hij. Jack, je moet Jack bellen. Where are you? In a massage, man. Tell you the girls here. Listen, we got some news. Met happy ending? Is het zo'n massage? Okay. Hallo meneer, veeg ze. Ik wou net iets zeggen, maar ik weet al niet meer wat. Maar what the fuck? Ligt hij gewoon bij de massage en hij zit zo echt zo van. Oh, dit is mijne. Die weten wel wat ze doen. En ik zou bijna willen zeggen dat hij ook nog een fucking happy ending krijgt. Hey, camera, laten we daar eens even heen. Gaan kijken wat we daarmee kunnen. Vorige camera deed niks, maar toch. Dat wil niet zeggen dat deze camera ook niks doet. En nog eens. En nog eens. En dan zijn we daar. Dan gaan we deze hacken. Zo. En een 0. En een 1. En een 2. En een 3. Niks klopt. 4 en een 5 en een 6 en een 7. Dus 6 hoort hier. Hier hoort dan 8. Nee, 9. 4, 5, 9, 6. Hartstikke idee. Het werkt ook altijd, hè.
Oh, deze auto wil ik hebben. Dankjewel. Aan de kant. Holy shit. Holy, holy fuck, deze heeft een optrek. Dat was een fucking vette wagen. Deze wil ik hebben. Holy shit. Er staat een bus op de plek waar ik moet zijn. Hallo, bus. Je staat in de weg. Dankjewel. Meet Jackie inside the massage sauna. Oh, misschien ga ik er ook eens een keer zelf heen. Hé, hey, daar is Jackie. Hallo, Jack. Jackie. Jackie. You're gonna love this. Wat? Well, you're about to become a full member of the Sun On Yi. Fuck yeah. Are you sure? 100%. Yeah, baby. Hartstikke blij. Don't worry about it, my man. It'll be your turn soon. Jackie, they're making me a red pole. Holy shit, Wade! Ik ben verder dan jou! Nou, ik weet niet of red pole beter is dan nu, maar... Lijkt me wij. Lijkt me wel. No shit, hey Wade. Don't think I don't appreciate it. I know it wouldn't have been possible without you. No problem, Jackie. Man, you want to get a massage before we go? My treat. Come on, man. Best way to celebrate. You won't believe what these girls can do. Okay. Doen we dat. Hallo. Waarom is zij zo zachtjes? Maar dan gaan we lekker even een massage. In de massage zone. Mogen we nog iets zien? Happy ending of zo? God damn it! Waarom gaan we deze kutwagen? You know this guy? Holy shit! Young is one of us, way. Came up in all prosperity, just like you and me. He's been dealing a kid. They ordered him to stop a couple of times. Okay. Mike, did they tell you much about the ceremony? Just that we're in it. We're brothers after that. Man, Sun On Yi brothers. Yeah. Hey, what? I went out with Jumei the other day. Finally asked her out, huh? How'd it go? Man, I made her laugh so hard. I read that somewhere. That if you make a girl laugh, she'll fall in love with you. I think if you're funny, she'll fall for you. Same thing, isn't it? Deze auto moet even aan de kant, zo. En dan rijden we hier. Zo, perfect geparkeerd, dan zeg ik het zelf. Nou, dan gaan we even naar binnen. Want iemand zit blijkbaar iets aan kinderen te verkopen. En dat mag niet. Nou, kom maar. Kom maar. Nope. Au. Bitch. Ah, kom. Bitches. Kom, kom. Even zo. Au, 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 au. Hou eens op, hou eens op, hou eens op. Ik moet het mes pakken! Ik moet het mes pakken. Jij bent die altijd moeilijk zijn. Oké, the fuck. Hoppa. En jou slaan we wel even gewoon. Hoppakee. Wie nog meer? Wie nog meer? Oh, daar. Kom dan, jongen. Kom maar, kom maar. Nou, Jackie, het gaat goed, daar zie ik. Young cannot be hurt until the... Wie is Young? Is dat die mijn... tegen wie ik vecht of zo? Oh, nee, dat was niet de bedoeling. Jackie, help me! Beat up this park. Fuck. Ah. Uncle Po sent us. Wait. Ben jij daar? Een vechten praten we. Oké, what the fuck. Is daddy wel young? Beat this fucker up. Beat this fucker up. Come on. Oh, what the hell? What the fuck? Dat was cool.
Nog een keer. Ah. Holy shit. He knows moves, man. He knows fucking moves. Ow. Fuck. Oh, alright. Ow! Jackie! Help nou! Oh, wat? Oh, laat maar Jackie, we kunnen het wel alleen. Ow. Oh. Alright. Oh! Yeah, Jackie! Thank you, man. Holy fuck. Jackie, let's go. Jackie, let's go. Come on. Let's move. You okay? I don't know, man. I've never done that before. I know. Was it? I don't know. My hands are shaking, man. Look, take Come a up. Breath, Jackie. Breathe, man. Breathe. Stop in! I always thought about how it looked. I didn't know how it made me feel, you know? I can feel it in my stomach. Shit, Wade! Het zit nog nooit geschoten, come on. Hij heeft nog nooit geschoten, what the fuck? Oké. Okay. Jij zou toch zeggen dat als jij bij de Sanji wordt gehaald, hè, na dat alles, dat je toch ooit wel eens hebt mogen schieten, maar blijkbaar heeft hij nog nooit geschoten. Dat ging loot. Dat ging goed. Ja, dat ging best wel lekker. Ja, hier moeten we heen. Zo. Netjes. Hey, hallo. It's done. Good, good. Brother. Okay. From today forward, your lives will be forever changed. Fuck yeah. Because today you are my brothers. Fuck yeah. We're bound to each other by blood, sworn to protect each other to the death if necessary. With our brotherhood comes duty. You will obey our leader in all things, and you will show your brothers respect always. With our brotherhood comes power. That's the Sun on Yi does not die. The Sun on Yi does not forget. It rewards its sons with wealth, status, and honor. It protects their businesses and their families. It cares for their children as if they were their own. Our brotherhood pays our enemies with pain, suffering, and death. And none suffers more than a traitor. Betray your brothers, and you will die a thousand times over, slowly, in the dark. Oops. The Sun on Yi misschien wil ik dan toch? Burn your soul from your body and crush the ashes with our heels. There okay. Are two oaths. With them, you are bound together. With them, you become Sun on Yi. Are you ready to begin? Best well. Eigenlijk ben ik wel klaar voor, ja. Maar dat is leuk, want dat is echt leuk dat hij dat zegt. Van, als je ons verraadt, heb je een groot probleem. Want wij zijn een stelletje verraders. Raymond, I have something for you. Meet me. In een hour. Okay. Raymond, wat heb je nou weer te melden? Wat heb je nou weer over te zeuren? I read your report. I'm flattered. Was it a slow day or something? Henry's very impressed. I'm not gonna lie, I'm sort of impressed too. He wants you to dig around, see what you can find on Sunny Woe. Says it's a priority. I read about him. I mean, he reps entertainers, dabbles in porn, with allegedly some human trafficking mixed in. Well, why go after him? He's not Sun on Yi. To bring down the Sun on Yi, we have to take down the people who support them. Cut off the revenue sources, dismantle the network. This is how we hit them where it hurts. Sunny's revenue stream is massive, and a lot of it flows to Sun on Yi. I'll see what I can do, Raymond. By the way, you hear anything about Dog Eyes? He seems to have disappeared. Haven't heard a thing. So it's new radio. Check him out, we're taking him in. Jackie? From what I read in your reports, he'll be a good source of info, and it won't be hard to make him talk. We'll need you to set him up for us. That makes no sense. He's nobody. He's a criminal, Way. You're a cop. I hate to be a broken record, but it sounds like you're getting attached. I'm not getting attached. I'm not a fucking idiot, okay? He's part of my cover. He brought me in. He's the one who vouched for me. And now you're so high up, you don't need him. He's outlived his usefulness, so we're bringing him in. I'm taking this up with Pendrew. This came from Pendrew. Taking him in accomplishes nothing, and it makes my job harder. I'm not doing it. You don't have a choice, all right? It's a direct order. Yeah? Direct order?
Well, that's an order you can shove directly up your ass. Oké, zoals Jackie willen ze gaan aanhouden. Maar ik heb zo het gevoel dat Lee... Of Lee, wat zeg ik nou? Hoe heet dat niet graag wel? Open your eyes, Raymond. I am Winston now. That's what worries me, Way. You're one of them. We're one of them. En ik heb zo het gevoel dat wij inderdaad de tijd raken, maar dat hij dat niet wil toegeven. En dat er op een gegeven moment... Hé, we zitten weer ergens anders. Waar de fuck zitten we nu weer? Weer een nieuw huisje. Stond er nou Cold Jackie? Easy now. Wacht even, ik dacht dat hij dat zei. Return to Jet Stage. Cold Jackie. Ja, we bellen nog heel even Jackie deze aflevering. Wauw. You know what? Nee, dan gaan we de volgende keer bellen, want dat kan een nieuwe opdracht zijn. We gaan eens even kijken waar we zitten. Dit ziet er best wel gezellig en knus uit. Hé, hey, darten! We gaan darten! Nou, kom op, ik wil darten! Ah. Ik wil darten. Nou, neem even een lekkere slakkie. En dan ga ik jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Fuck man, dit was weer... Dit is waarom ik de groene opdrachten zo mooi vind. Die blauwe, die vind ik allemaal zo... Ja, het hoort erbij. Maar in principe is het mooier om... Die groene opdrachten te doen, vind ik zelf. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze aflevering. Druk even op het duimpje omhoog. Abonneer hieronder. Laat een leuke reactie achter. En zeg tot de volgende keer. Bij Sleeping Dogs. En dat is morgen. Tot morgen. Later. Doei. Together this. This piece. This guy. Ik weet nog niet wat het is. Maar we gaan ons gewoon. Nou, omkleed ambulance personeel. Dan gaan we in het ziekenhuis in. Als ik het begrijp. Of niet? Juist. Kijk. Dr. Weishen. I don't know.